Er zitten weer kaartjes en we moeten schoonmaken. Er zitten weer kaartjes op te hangen. Dat is niet volgens afspraak. Maar daar komt Wim aan. Daar komt Wim. Wim, wat vind je ervan? Hij doet dingen wat hij niet mag. Hij doet dingen, Wim, die niet mogen, hè? Kijk, mag ook niet. Nee. Wim? Kijk. Dan is het weer niet goed wat er hangt. En dan moet het weer op een andere manier. Wat compliment heb gehad, hè? Ja. Van de bazin. Dat het, je bent erg trots op het team, heb ik begrepen. Op het schoonmaakteam. Kijk, hier wordt eventjes de vacuumpomp onder handen genomen. Frans heeft een hele opzet gemaakt van hoe het eruit gaat zien. We beginnen bij machine 1 dinsdag en dan gaan we er, rossen we er doorheen. Wat ga je daarmee doen? Komt op mijn YouTube kanaal. Hey man, het zijn allemaal. Hey, waar die weer? De mannen zijn eventjes aan het. Aanbieden. Ja, maar kijk, aan het einde staat die lapswand. Waarom vind je maar te filmen? Ja, voor de vlog. Ik post vlog. Echt waar? Ja. Ik zie hier al in de kast wezen. Dan heb je hier een doosje. Dan gaat hij alle spulletjes erin leggen. Hier allemaal bakjes ziet hij. Daar komen alle spulletjes van de machine in te leggen. Kijk, hier is het doosje. Kijk, daar heb je allemaal zakjes erin. Zie je? Alles keurig op rij. Kijk, op het ogenblik hebben we een nieuwe jongen in ons midden. Die wil ook graag in het schoonmaakteam. Het is Ed uit Alkmaar. Hij wordt opgeroepen. Hij werd net beoordeeld door de heer Dekker in het schoonmaakpatroon. Dus, al jarenlang met die. Hij twijfelde nog, moet ik in de voorbereiding gaan of moet ik... Maar hij heeft nou echt gekozen voor het schoonmaakteam. De heer Dekker is al jaren Hier sta ik, waar de kleppen open zijn. Nee, nou. Ja, dat ga je missen. Kroketjes en een grote oude kaas. Ja, de kaas en haringen. Ja. Nee, maar dat ga je niet doen. Ja, het is filmen hoor, ik ben aan het filmen. Ik ben het allemaal. Heb jij nog een woordje te zeggen, Wil? Nou, alleen tegen jou, maar dat doe ik straks. De centen van de Waar zijn niet van? Nee, blik. We hebben iets nieuws te doen. We moeten de code invoeren van het bundeltje. En dan gaan we dat. Kijk, Dekker die is aan het schoonmaken onder de machines. Met een stok van de Hans. Kijk eens, het is net alsof hij in de woonkamer staat te zuigen. Kijk. Op het ogenblik is er een discussie gaande over de gele kaarten. Hoeveel bakken hebben we nodig bij de machines?
We gaan morgen beginnen, Frans, wat zeg je ook alweer? Twee lege kaarten. Twee lege en dan vier gele. Max vier volle bakken. Ja. En dan moet het lukken. Frans, wat zeg jij ervan van het idee? Oké. Nou, dan zijn we eruit, dus daar ook verder. Dat is voor we. Ja. Kijk, meneer Dekker die heeft een bako meegenomen. Hij had het eventjes kijken. De platen die zitten niet goed tegen elkaar aan. Peter is maar aan het maken. Ja. Beste, ja. Op is dat met die. Gebruik je daar die bako voor, Dek? Komt allemaal heel goed. Hij solliciteert naar een baan bij de technische dienst. Hij is genomineerd voor de... Hij heeft nou ook een salaris deze maand. Nou, niemand heeft het, maar hij heeft het. We kunnen het er wel. Ja, ik weet niet. Goed luisteren, Peter. Dat was Sim verteld. Ja, kijk, er kwam nog een badge tevoorschijn. En hier staat dus een brok ervaring, hè. Hier zijn de toppers van dit kantoor. Kijk, Ed heeft het woord. Ed weet precies... Ja, oh ja, nee, we stonden gewoon in de ochtend. Ja. Ja, en waar komt hier wel lekker YouTube? Ja, ja, ja. Oude Rukker, YouTube. Oude Rukker. Ja. Nou, dat is een ander wijze van de woorden van de. Van de. Jij staat alleen. Ik heet wel alleen. Ja. Dat was niet zo. Er zat nou een ander idee. Oh, ja. Ja. Het leek jij wel op Norbert, want jij moet bijstringen. De grootste lul van het bedrijf. De grootste lul, nee, de grootste plak. De grootste plak. Dankjewel. Ja? Al 40 jaar rode en gele kaart. Ik zit al 40 jaar in de gele en rode kaart. Ja, dat is toch wel. Ja, dat is scheidsrecht. Maar ik overhandig mijn medaille. Ik geef hem weg, want het is een man. Die waardeer ik veel meer dan dezelfde medaille. Dank u. Je hebt helemaal gelijk. Norbert was zo fanatiek bezig met zijn vork even druk. Nou, gooit hij alles op de grond. Maar we hebben niet gelachen met z'n allen. Hè? Hey. Norbert, ben je wel tevreden hoe het op het ogenblik gaat? Kijk, Frans die staat even te... Oh. Frans, ik kan dat lijstje niet doen, want je weet het maar nooit. Hè? Er kan altijd iets tussen komen. Misschien worden we zo direct wel gebeld, moeten we naar de SMO en de HMM. En ik kan, ja, je kan het niks van zeggen nog. Het is nog te vroeg om te... Lachen. Ja, even kijken. Ja, hij draait. Nou, een Mercedes is jouw machine aan het schoonmaken. En allemaal, alles, vinden van alles erin, Dek. Ja, het is ook, ja, hier, alles. En de machine doet het niet meer. En jij zegt, hoeft nooit schoon gemaakt te worden. Wat is dit? Frans, hoe is het? Kunnen we nou weer stofzuigen? Nou, we gaan weer verder. We hebben nu alle stofzuigers vervangen door anderen. Het is een idee van Frans. En we gaan nu kijken of waar het aan heeft gelegen. Dus
Alle stofzuigers draaien nou. Mijn is nog niet, de nieuwe. Maar hier al Wim, het doet jouw stofzuiger het, Wim? Ja, Wim hoort niks. Ja, Sherif, doet het ook? Stofzuiger? Ja? En meneer Dekkers, de stofzuiger, doet het. Nou, dan. We zijn weer. Ja. Ed, die vindt hier toch nog een brief, maar terwijl hij zeker weet dat. Ik kan me voorstellen dat we daar dat je gezond had. Ja, zeker weet dat hij alles heeft gecontroleerd en toch legt er nog een brief in. Ja, maar kan jij je toch voorstellen dat waarom Peter dus altijd zegt: die kap hoeft er niet af, want dan kan hij die brief erin leggen bij Rijp. Ja. Ja, ja, dan kan je maar zeggen tegen mij: die kap hoeft er niet af en dan krijg je dit gelul. Ja. De vooraan dat je al gezond. Ga ik even kijken. Ja. Kijk eens, we zijn hier op het ogenblik. Er zit Ed. Ed is helemaal met de stang onder de machine bezig. Kijk eens, hele grote dotten haalt hij eruit. Maar dit zijn toch de mensen die het moeten, hè? Kijk eens. Met een stang. Zeg het eens, Ed. Wat wil je zeggen in de camera? Ik wou zeggen, verdien deze man eind van dit jaar geen kerstgratificatie. Hij gaat door het stof. Oké. Okay. Gewapend met stofzuiger. Nou, we zijn dus in de schoonmaakochtend. We moeten. Hoeveel machines moesten we ook weer schoonmaken, Frans? 8 machines. Anders gaan we het niet redden, zei hij. Moet snelheid geboden. Schoonmaken. Kijk, iedereen is heel intensief. Wat? Hè? Frans, wat heb je erbij bij het schoonmaken? Wat voor broodjes? Kijk, hij heeft zijn Fanta, staat daar klaar. Dus ja, het gaat als een sfeer. Kijk, de achtergrond is. Ja, de achtergrond zie je meneer Dekker, die is ook daar al in de weer. Er is hier een misverstand aan de hand over de bakkers. Wat is hier aan de hand eigenlijk? Ja. Het is een hele discussie. Oh, hij gaat toch weer weg, de bakker. Van de ring. Met slijtbak. Moes staat daar. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is daar met die meisjes. Maar ik vertrouw het voor. Oh, hij heeft zeker. Moes, wat ben jij aan het. Ben jij aan het handelen, Moes? Wat is dit? Wat is dat allemaal? Bonbonnetjes? Werkoverleg is nou op het ogenblik gaande. Er zijn 2 mannen op de lorry, die hebben het woord. En dan hebben we. Kom daar in de groep bij. Meneer Dekker, die staat er ook. En dan hebben we Theo en Ed. Die zijn ook uit de. Laat maar kom op nou, man. En daar is Frans. En Frans wordt nou agressief. Het is zo, ik weet niet wat er is met Frans. Er is hier een beetje oneenigheid binnen de groep. Zie dit Ed wie het werk doet hier ook?